Heb jij op dit moment een emotie waar je vanaf wil? Ben je boos, verdrietig, onzeker, gestrest, bang, wat dan ook? Het maakt niet uit. Doe met mij mee. Klop, tap, tik met me mee en zorg dat je die emoties los gaat laten. Dat doen we door middel van Emotional Freedom Techniques. En het enige wat je hoeft te doen is mij na te doen, qua beweging, maar ook met wat ik zeg. Focus je nu heel even op de emotie en geef het een cijfer. Hoe heftig is het van 0 tot 10, waar 10 zo erg als maar zijn kan is en 0 helemaal niet neutraal. Oké, en focus je ook maar heel even op het gevoel wat er in je lijf zit en alle gedachten die door je hoofd spelen. En ga dan met mij meekloppen. We beginnen bovenop het hoofd. En je mag het met links of met rechts doen, maakt niet uit. Ik doe het altijd graag met twee handen. En zeg me maar na, ik heb zoveel last van... Ik voel me nu, puntje, 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 binnenkant wenkbrauw is dit. Dan de zijkant van je oog. Oh, ik heb er zo last van. Onder je oog, bovenop je jukbeen is dat zachtjes kloppen daar. Ik heb zoveel last van. Onder je neus. En dat voel ik hier in mijn lijf. Je kin. Ik heb zo last van. Sleutelbeen. Mag ik ook zo doen. Ik kan aan niks anders meer denken. Onder je arm waar een dame een BH-bandje heeft. Het overspoelt me helemaal. Dat doen we nog een keer bovenkant hoofd. Dat gevoel zit overal. Binnenkant van je wenkbrauw. Ik ben zo. Zijkant van je oog. Ik ben zo. Onder je oog. Ik voel het door mijn hele lijf. Binnenkant van je neus. Het beheerst mijn hele zijn. Op je kin. Ik voel me. Je sleutelbeen. En ik sta mezelf toe om dat los te laten. Onder je arm. En mezelf prettiger en ontspannen te voelen. Leg je hand even op je hart of op je pols. Haal even goed diep adem. En blaas rustig uit. Haal nog een keer goed diep adem. En blaas rustig uit. En ga nog even terug naar het gevoel waar je net mee begon. En geef het nu opnieuw een cijfer. Een 10, zo erg als maar zijn kan. Een 0, neutraal. En als je denkt, er zit nog best veel emotie. Doe het gewoon opnieuw. En roep maar gewoon, ik voel me zo. En die emotie benoem je dan. En ga maar gewoon al deze plekjes langs terwijl je hardop zegt, ik voel het. En het kan best zijn dat het even wat erger wordt, maar blijf vooral doorkloppen. Want door het kloppen stel je je brein tot rust en kan je emotie wegglijden. Succes ermee en ik hoop dat jij weer lekker snel goed in je vel zit.